Zolang mijn lijf het nog doet, fysiek, dan doe ik het. Ook oudere mensen moeten geschilderd worden, toch? Kunstenaarsmodel Geke Hankel. Ze heeft geposeerd voor bekende schilders als Wout Muller en Matthijs Reuling. Maar zit met net zoveel gemak model voor eerstejaarsstudenten van de Kunstacademie. Ze zit 40 jaar in het vak. Voor kunstschilder Herman Tulpreden een documentaire te maken over Geke Hankel. Wat Geke zo goed model maakt is dat ze, wat natuurlijk heel belangrijk is, heel erg rustig, heel erg stil kan zitten, bijna meditatief. Je vergeet bijna dat het een persoon is. En wat haar zo goed model maakt is ook dat ze dus zelf zo meedenkt. Zij creëert de mooiste taferelen eigenlijk. Nou ja, ze maakt gewoon eigenlijk een tableau vivant, wat je alleen nog hoeft te schilderen en dan is het al klaar. In de documentaire komen kunstenaars aan het woord die met Geke Hankel werken of hebben gewerkt. Bijvoorbeeld Matthijs Reuling. Ik heb hier twee schilderijtjes van Geke. Dit is een schilderijtje van Wout. Waar het beroemde achterwerk van Geke vind ik erg mooi. Vind ik een erg mooi schilderijtje. En dit is, vind ik ook heel prachtig. Dit is vorig jaar gemaakt door Jannes Koeksier op een schildersclubje in Frankrijk. De documentaire is een soort eerbetoon, een ode geworden aan het schildersmodel. Ja, dat kun je wel zeggen. Het is niet een scherp verhaal met allemaal verschillende meningen over Geke. En ik vind dat die ode, dat ze dat ook verdiend heeft. Want ze is ook echt zo'n Gronings figuur en zo'n goed model. Dus ik had geen zin om er scherpe kantjes aan te maken. Geke Hankel zelf is vereerd met de aandacht, maar het blijft er nuchter onder. Het is een documentaire voor mezelf, ook 40 jaar, maar dat is wat het is. De première van Geke Hankel, kunstenaarsmodel, is zondagmiddag in de Buitenplaats in Eelde.